als ik het zo mag zeggen. En we gaan nu met het laatste panel daarover in gesprek. Ik ben heel erg blij dat ze jongens zijn. Mag ik Nicole, Albita en Simone? Nicole ter Borg, Albita van Brouw en Simone Wijnands. Ga zitten, dan ga ik jullie dus introduceren. Ja. Nou, probeer maar door te dringen in het media, de mainstream mediawereld en met name van de omroepen, de televisiewereld. Dat is echt een kunst. En we hebben hier drie fantastische vrouwen die daar niet alleen in zijn geslaagd, die succesvol zijn, die werkzaam zijn en die ook de wegen openen voor andere vrouwen daarmee bezig zijn. En daar gaan we dus met jullie over hebben. Ik ga jullie introduceren. Nicole ter Borg in het midden. Journalist en presentator, je hebt voor bijna alle, waar heb je bijna niet voor gewerkt, qua zenders, echt heel breed. Van NTR tot Wereldomroep, Radio West, RTV Noord-Holland, VPRO en volgens mij nog ook andere omroepen. Volgens mij mis ik ze, ja, bijna alle, kunnen we zeggen alle omroepen. Naast jouw werk in omroepland als regisseur, als redacteur, als maker, presenteer je ook heel veel dagvoorzitterschappen, bijeenkomsten en presenteer je ook je eigen programma. Je maakt het niet, maar je presenteert het natuurlijk ook inhoudelijk betrokken voor RTV Noord-Holland, buurten. Je bent driedubbel afgestudeerd, zowel levensbeschouwing als een master journalistiek, als inderdaad crossmediale nieuwsomgeving aan de Media Academie. Dus echt powerhouse zit hier bij ons. Dan hebben we ook Albita Wanbrouw, je bent journalist, je bent ook voor heel veel diverse media gewerkt. Je hebt een hele mooie documentaire gemaakt over Daniel Unibuti, spreek ik het zo goed uit? Unibuti, dat was nog voor MTNL. En hij is de president van de Hells Angels Amsterdam van Molukse afkomst. Ik heb net dat die film gezien over Satudara. Ik was floored. Dus ik kan me niet eens voorstellen hoe dit was om te maken. Dus even heel snel, hoe was het om dit te maken? Gebruik gemaakt van mijn achtergrond, gebruik gemaakt van mijn vrouw. Wat jouw achtergrond is? Ik ben mijn ouders komen van het eiland Biak, dat hoort bij West-Papua. Ik ben onder de minderheden. West-Papua naast. Voor alle zwarte mensen zijn wij weer een minderheid in Nederland. samen met Nancy dus, zoals je hoort vandaag. maar goed, het voordeel was dat ik letterlijk dezelfde taal spreek als Daniel Unibuti. Ik heb dus geprobeerd om daar binnen te komen via allerlei wegen. Die vrouwelijkheid gebruikt te worden. De vrouwelijkheid ook gebruikt uiteraard. Maar via mensen die ik ken, dus jongens die bij de motorbende zitten. Iets wat ik misschien nu niet zo snel zal doen. Ik was op een begrafenis en ik wist dat daar een ride-out zou zijn van de Angels. Dat zijn jongens met wie ik ben opgegroeid. Ride-out? Een soort eerbetoon is dat. Dat zal met motoren gaan rijden. Dat is altijd nabij wat je dan als je denkt. Jongens die heb ik gevraagd van, jullie kennen me, ik wil heel graag met Daniel in contact komen. Hoe moet ik dat doen? Toen zeiden ze, dat doet hij niet. Dus je kan het maar beter opgeven. Toen heb ik het via zijn kinderen geprobeerd. Ik ben naar een rechtszaak geweest. Dat diende in Amsterdam-Zuid. En toen zei mijn moeder tegen mij, zometeen staan er allemaal journalisten. Praat maar in je eigen taal tegen Daniel, want die andere mensen verstaan dat niet. Alleen Daniel kwam niet opdagen. Dus toen ben ik naar het clubhuis gegaan. Aangebeld en toen kwam er een Hells Angel met zo'n lapje voor zijn oog. Was je bang? Ja, ik was natuurlijk hartstikke bang. En, alleen stond je daar? Nee. Ik was met Boeger, een collega van MTNL. Sommige mensen kennen hem. Ja. Erik Oosthout, die was mee. Die is namelijk ook zo groot. Die stond met de auto en draaiende motor. Stond hij voor het clubhuis. Ik heb mijn kaartje afgegeven aan die meneer met het lapje voor zijn oog. En ik heb gezegd, is Daniel er niet? Nee. Die is bij zijn gezin. Dus ik zei, wil je tegen hem zeggen dat ik hem zoek? En een paar weken later, toen werd ik opgebeld door Daniel zelf. En die zei, ik hoor van allerlei mensen dat jij mij zoekt. Hoezo? ik wil graag een portret van u maken. Niet alleen als Hells Angel, maar ook als Molukker. En als vader, want dat bent u ook. En toen zei hij, moet ik overleggen? En toen werd ik de week daarna teruggebeld dat zij overleg hadden gehad. En toen zei hij, heb jij gegeten? Het was 11 uur. Ik zeg nee, nog niet. Hij zegt, kom maar naar het Waterloopplein en gaan we een broodje eten. En toen heb ik verteld wat ik eigenlijk wilde. En
daar stemmen die mee in. Wow. Dus ik heb een paar weken, nou, misschien een paar maanden een beetje rondgehangen. Is de film nog te zien? We kunnen die zin op uitzien gemist. Slecht, hè, nou, dat ik dat we, niet weet. Gaan we misschien kunnen we dat even googlen, even uitzoeken. Ja. Dat zou leuk zijn om straks te melden. En waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu werken bij de Evangelische Omroep in Hilversum dus. En daar maak ik een dagelijks programma. Human Interest programma Geloof en een Hoop Liefde is elke dag rond 17:50 te zien op NPO 2. En is het nou een hele belangrijke vraag, is het nou EO of EO? Ja, volgens mij de echte mensen zeggen EO, maar ik zeg altijd EO. Dankjewel. Albita, ook belangrijk. Simone Wijmans, je bent presentator, nieuwslezer en nou ja, we kennen je natuurlijk allemaal van het journaal. Ik geniet altijd als ik jouw stem hoor. Nou, maar je hebt heel veel gemaakt, Radio Kassa, de ochtenden, Dicht bij Nederland heb je ook gepresenteerd, maar ook heel veel radiowerk gedaan. Ja, heel veel. Hoe bevalt de overstap naar nu echt meer een zichtbare rol? Want je hebt ook heel veel redactie en inderdaad reportages gemaakt. Hoe? Ja, ik heb natuurlijk altijd bij de radio gewerkt, echt van mijn 22e tot 5 jaar geleden eigenlijk. En ik dacht op een gegeven moment, oké, radio, hartstikke leuk, fantastisch medium, dat weet Nicole ook. Ja. En ik dacht, nee, ik wil eens kijken hoe dat bij de televisie is. En laat ik eens een kansje wagen. En dat is gelukt. En ik heb nooit meer teruggekeken. Ja, want hoe vind je het? Hoe vind je het? Want net toen we het hadden over haar en uiterlijk en lui, zei dat jij meteen ja. Ja, maar ik vond het heel goed wat Christel zei over haar. En ook over de haarnaties en de dwang om zo'n grote afro te hebben. En zeker ik als vrouw bij het journaal, heel veel mensen denken natuurlijk, nee, jij moet juist als vrouw die zichtbaar is, moet je juist met een afro, juist. Terwijl ik denk, ik heb heel lang een afro gehad, lang geleden, ik heb heel lang vlechten gehad. Mijn kapster Anoushka van de National Nation, die zei van, nee, het is tijd voor iets anders. Probeer eens crochet braids. Nou, dat heb ik gedaan. En, crochet braids? Want wat is dat? Ja, dat is, dus mijn eigen haar is hieronder gevlochten en daarop is dan... Dit is zeg maar gevestigd. Dus het is geen weave. Ik kan mijn eigen hoofdhuid nog lekker voelen. Oh, ja, dat vind ik echt lekker. Ja. Ja, ik probeer dan juist. En je hoeft het niet te straight of te stylen. Nee, het zit altijd zo. Zeg maar. Ja, het zit altijd zo. Dus daar ben ik heel blij mee met dit kapsel. Maar het is wel zo dat ik de reacties die ik op dit haar heb gekregen, door mijn witte collega's bijvoorbeeld. Een van de reacties was, hoe is het om normaal haar te hebben? Dat zijn wel de reacties. En ook technici, eindelijk, oh te gek, je hebt gewoon haar. Je hebt... Terwijl hiervoor had ik vlechten. Ja, dat is toch haar. Ja. Nee, maar blijkbaar is dit haar. Dit is gewoon haar. Precies, en andere, dat is een soort van... Technisch. Ja, weet je, ja inderdaad, anders iets. Ja. Ja. Dus dat soort dingetjes. En het is niet slecht bedoeld. Maar... Nee, het is absoluut niet slecht bedoeld. Ja. Dat maar het voelt me verder prima bij de NOS. Ja, je voelt je prima, je werk. Vindt het is wel heel wit, dat herken ik. Maar ik voel me verder. Nou, daar gaan we het inderdaad over hebben. Maar nog even naar Nicole, want jij presenteert inderdaad Buurten. Ja. Super gezellig. Mm-hmm. Nou, echt Noord-Hollands programma, maar met jouw haar. Nee, ik had het voor. Ken jij dit? Nou, ik heb al eens een kapsels gehad en ik weet dat ik een weave had. En toen kwam ik, ja, ik ga gewoon de naam noemen hoor, vind ik gewoon leuk. Frank Awi, die zegt, oh, dit vind ik veel beter, want dat Grace Jones maakt je zo sterk, zo mannelijk. Ik zeg, oh. En dan laat ik gewoon het ongemak een beetje daar zitten en laat ik het bij hem. Dus gewoon alleen, oh, dus dat is een goede tip om te antwoorden. Ja, laat het ongemak er maar zijn, of van, wat bedoel je? En, ja, ik heb geen zin om uit te leggen. Ik heb mijn tijd nodig, man. Ja. De hele dag gaan uitleggen. Heerlijk, gewoon dus, oh, als iemand met zo'n tijd is. Hangt er vanaf wat je bui is en wat weet je. Daar hangt het vanaf. Ja. En toen, en het ongemak, en probeerde hij zich nog uit te praten of je stem bij je zoiets? Nee, ik heb het gewoon gelaten. Wat moet je zeggen? Ja. En nou, waar ik het met jullie over wil hebben, en ik weet zeker dat er ook vragen zijn, het publiek ook mee wil praten, is inderdaad Hilversum. Want inderdaad, het thema is hoe maak je het in Hilversum? Maar volgens mij hoort daar ook meteen de vraag bij, ja, moeten we het maken in Hilversum? Want er gebeurt zo ontzettend veel, hè, waar Bibi ook aan refereerde eerder, Bibi Vatlala, op andere mogelijke kanalen. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er meer kleur te zien is in Hilversum. Nog steeds. Dus niet natuurlijk. Alleen maar denken ons eigen ding, nee, we willen ook nog steeds daar. Zeker ook bij de... Bij de witte instituties zoals het journaal, zoals grote omroepen, denk ik dat het heel erg belangrijk is om jezelf terug te zien. En niet alleen zoals bij de Wereld Draait Door, als je daar zwarte mensen ziet, gaat het over muziek of gaat het over identiteit. Maar ook gewoon architecten, kunstenaars, zo breed mogelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook
in mijn geval, ik denk dat het heel belangrijk is voor jongeren, voor wie dan ook, om te zien, oké, een zwart iemand is gewoon journalist, is gewoon, hoeft niet per se entertainer te zijn, maar is gewoon, gaat over de inhoud, en in jouw geval ook, en in jouw geval ook. Ik denk dat het extreem belangrijk is om jezelf terug te zien en om aan anderen te laten zien dat je inderdaad een heel breed scala aan talenten kunt etaleren. En goed, en dan is toch meteen de volgende vraag en dan ga ik even naar Abita. Ja. Waarom gebeurt dat dan zo weinig? Want ik neem aan dat jullie dit bespreken met mensen, collega's het daarmee eens zijn. Ik kan me niet voorstellen dat iemand ooit zegt van nee, het is niet belangrijk. Laat het lekker wit blijven, toch? Ja, hoe dat komt, ja, ik denk dat het ergens gewoon nog steeds in stand gehouden wordt. Toen ik voor het eerst in Hilversum binnenkwam, was ik overigens 16 jaar. En dat was bij Club Veronica. En dat was op het moment dat zij nog in het publieke bestel zaten. En toen vond ik het heel goed dat toen wij uitgekozen werden, het waren allemaal middelbare scholieren, kwamen wij met z'n tweeën, want ik kom ook nog eens een keer uit Friesland, nog een handicap. En toen waren twee donkere kinderen uit Friesland waren uitgenodigd. Die zaten bij de selectie en nog een donker iemand. Van de 10 waren het er 3. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek begin. Sterker nog, ik was daar op dat moment denk ik ook nog niet zo heel bewust mee bezig. Nu zijn we vele jaren later. En ben ik de enige op mijn redactie. Ik zit op een redactie van 50 mensen bij de EO. Dus in die zin is... Je bent de enige van Club Persoon van Kleur? Ja, van de 50 redactieleden bij de redacteuren, dus niet de productie. Maar de redacteuren, dus die over inhoud gaan. Ja dat klopt. Ja. Maar toen ik bij de EO kwam solliciteren, was de functie die waar ik op solliciteerde was eigenlijk al weg. Die was al ingevuld en toch hebben ze wel ervoor gekozen om mij te vragen. En Vanwege kleur? Ik weet nog dat ik een gesprek had met de hoofdredacteur televisie van de EO, dat is Geert-Jan Blanke. En toen vroeg hij aan mij, waarom zou ik jou moeten aannemen? En toen zei ik tegen hem, ik ben een 35-jarige vrouw, mijn ouders komen uit West-Papua en ik ben opgegroeid in Friesland. Dus ik kijk op mijn manier, kijk ik naar de wereld. Dus dat kan de reden zijn dat je me aanneemt, namelijk omdat ik niet op je lijk, maar dat kan ook de reden zijn dat je me wel aanneemt en dat ik, omdat ik op mijn manier naar de wereld kijk. En dat hebben ze gedaan. Fantastisch. Dus, ja. Ik hoop dus dat er dus in die zin wel iets veranderd is. Maar hoe werkt, oké, dan misschien nu naar Nicole, hoe is het bij jou gegaan? Want jij bent ook vaak ze voelen in Hilversum, voelen ze de urgentie niet. Zij denken, als ik een bicultureel iemand aanneem, help ik hen. Ik help niet mijn redactie. Nou, heb je ook uitzonderingen. Ik heb een eindredacteur die gewoon ook, ze zei echt tegen mij van... Bij welk programma? Nooit meer slapen, ik wil jou hebben omdat jij een open blik hebt. En dat is niet alleen vanwege mijn etniciteit, maar ook omdat ik uit Brabant kom. Ook omdat ik me interesseer in klassieke muziek. Ook omdat ik hiphop ken. Maar heel veel redacties in Hilversum erkennen niet dat hoe divers hun redactie is, dat hun programma's veranderen. Ze hebben het niet door en ze verliezen gewoon binding met de stad. Maar wat jij zegt is dus dat... Ze voelen het niet. Nou, ze voelen dus, ze denken dus dat ze helpen in plaats van dat ze zichzelf helpen. Ja, dat ze zichzelf helpen. Ja, terwijl het allemaal, als ze gewoon de krant openslaan, dan weten we al wie er in talkshows zullen zijn. Dus het is allemaal homogeen, allemaal een beetje hetzelfde. En er zijn wel een paar mensen die het doorhebben. Maar het is natuurlijk een heel systeem wat veranderd moet worden. Dus ja, ik probeer gewoon van binnenuit dingen te veranderen. Daarom ben ik zo blij dat ik hier zit tegenover Patricia. En dat is gewoon heel speciaal, omdat ik ben nooit meer slapen. Dus ik wil een reportage met haar maken. En dat kan. Ik wil een reportage maken over zwart feminisme. Ik hoef niet uit te leggen. Weet je wat verwonderd dat is? Dat ik niet hoef uit te leggen dat ik een item wil maken over zwart feminisme. Dat het zo'n uitzondering is in Hilversum, weet je. Omdat dat je dat niet hoeft uit te leggen dat in dit programma. Het gewoon kan, dat het een deel is van de Nederlandse geschiedenis, weet je. Dat er vrouwen ons voor zijn gegaan en dat we niet de eerste zijn. En even technisch, hè? Als jij dit soort onderwerpen dan te werk brengt en die worden gemaakt, je hebt gelukkig inderdaad een eindredacteur die dat snapt, hoe zijn dan de reacties, luistercijfers, het succes, hè? Hoe wordt dat dan gemeten? Even kijken. Radio, ben je natuurlijk niet zo zichtbaar. Op tv heb je dat natuurlijk veel meer. Maar ik merk als ik eerlijk ben, rem ik mezelf ook soms. Ik kan je een voorbeeld, dat ik zelf ook zit, je wil soms onzichtbaar zijn. Je wil even niet meer bezig zijn. Ik moest een item maken voor de Race over Nelly Coman. En toen dacht ik, oké, Nicole, ik kan nu een keer gewoon echt helemaal mezelf zijn en het persoonlijke erin gooien. Terwijl normaal rem ik mezelf. Dat heb ik gedaan. Nou, de reacties waren gewoon
zo positief. En toen dacht ik van, hey, ik doe het ook in mijn eigen hoofd. In mijn eigen hoofd ben ik ook constant mezelf aan het remmen. Maar vertel even, hoe deed je dat dan daarvoor en waarom deed je het nu niet? Nou, nu niet bij alles mee. Hoor. Maar nee, soms... maar bij dit voorbeeld, wat was er anders? Ja, het gaat over racisme, hallo. Ja. Ik ben een zwarte maker, dus ik vind dat het ik ben het aan mezelf verplicht, dankjewel. Ik ben het aan mezelf verplicht om iets van mezelf erin te gooien. Omdat ik weet dat degene... Kijk, jullie luisteren wel, jullie zijn al hier. Maar de mensen die daar niets over weten, hoe open ik hun oren? Ook door het persoonlijk te maken. Om te vertellen hoe ik als Brabants meisje de enige was in de turnclub. De enige was in de straat. Weet je? Dus ik moet dat... Ik moet het universeel maken. Maar je hebt jezelf wel eens tegengehouden? Dat je dacht, moet ik daar nou weer over beginnen? Tuurlijk heb je dat. Ik ben een vrouw, tuurlijk. Ik ben zwart. Maar ik ben nog veel meer dan dat. Ja. Soms ben ik gewoon moe. Ik ben moe van het uitleggen. Ik zeg altijd tegen mijn zus, ik zou gewoon een extra hobby kunnen nemen. Met de tijd die ik spendeer aan het uitleggen aan mensen. Met het gesprek dat ik met mezelf zelf voer de hele tijd. Bij alles wat ik doe. Oké. Amen. Ja, nee, heel goed. Dank je. Maar ik heb ook in de tijd dat ik bij Radio 1 werkte, ik werkte bij een actualiteitsprogramma, heel bewust als verslaggever en ook als presentator dacht ik ga niet de zwarte onderwerpen, want ik ben hier niet om alleen maar zwarte onderwerpen te maken. Ik kan dan nog leren uit die tijd. Ja, ja. Kan zo. We gingen allemaal het gewoon over consumentenonderwerpjes, weet je wel. Ik weet dat jij er ook echt voor koopt. Ja, ik was een jonge maat. Ik kan jullie kennen dat je het ook echt zei. Ja. Ik wil, nee, dit, ja. Precies. Ja, en ik merk nu wel. Ja, nou, uren maken, maar ook inhouden, dacht ik. Waarom moet ik nou, waarom kan de blondine tegenover mij, de verslaggever, dat niet doen? Waarom moet ik dat doen? Maar ik vind nu jaren later, dat ik wel een grotere rol daarin heb en in zou moeten spelen. En ook bij de NOS. Maar wat is er dan veranderd? Want inderdaad, wat John Lewis ook eerder zei. Wat jij ook zei. Het is bewustwording en je ziet inderdaad die beelden onvoldoende terugkomen. Je ziet jezelf te weinig terug. Of het nou in bladen is, of het op de radio is, of het waar dan ook is. En het is gewoon belangrijk dat die verhalen verteld worden. We hebben nu bij de NOS, hebben we één keer in de twee weken praten we over hoe de NOS bericht over de hele multiculturele samenleving. Okay. Hoe praten we over etnisch profileren? Hoe praten we over... In het journaal. Black Lives Matter, wat doen we ermee? En ik zie het wel als een taak voor mezelf. Oké, de Black Achievement Month komt eraan, jongens. Oh, werkelijk? Wat houdt het dan in? Nou, er zit nu een item in het journaal. Er zat een item op de site daarover. En je ziet wel dat mensen daarvoor openstaan, maar dat is heel erg... Denk van wie, wat is maar dit? Maar wat is, kan je jullie zitten tussen? Het is natuurlijk bizar. Het is natuurlijk bizar dat je anno 2016 dat soort dingen inderdaad nog steeds moet uitleggen. En het soms heel erg vermoeiend is, denk je. Maar wat is het mechanisme in journalistiek is, objectiviteit bestaat niet. Dus je bent altijd subjectief, je hebt altijd bepaalde brillen op. Ja. Je maakt altijd keuzes. Dus als jij een keuze maakt tussen een onderwerp, dan kies je altijd voor dingen die dicht bij jou liggen, die je kent, die bekend zijn. En zo worden de keuzes ook gemaakt voor journalistieke producties. Dus daarom is alles hetzelfde. Daarom moet je dingen uitleggen. Als maar het journaal of heel veel nieuwsprogramma's, zoals ik ontbreek, noemen zichzelf neutraal. Dat bestaat niet. Bij het journaal, als je kijkt op de redactie, dat zijn voornamelijk witte mensen, vooral mannen, zeker bij de internetredactie bij ons. En ik veelal eind 30, dus een bepaalde generatie ook. En die kijken natuurlijk op een bepaalde manier naar de wereld en vinden bepaalde vrouwen mooier dan andere vrouwen. Dus als er een blonde vrouw in het nieuws is, dan is de kans groter dat zij eindigt op de site, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen, dus dat soort mechanismen werken in de hele wereld en ook bij het journaal. En hoe ga je dat tegen als één dan? Om je daarvan bewust te zijn, om dat te bespreken. Een tijdje geleden was wel een leuk voorbeeld. Stond er op de site een artikel met als kop: asielzoeker vindt portemonnee en brengt portemonnee terug naar de politie. Dat was het artikel, was van de politiepersbericht. Nou, die asielzoekers, hartstikke leuk. Brengen ook een keer. Een keer. Ik zeg, waarom brengen wij? Dit is toch geen nieuws dat een asielzoeker blijkbaar iets goeds doet? Nee, maar misschien was het een hele arme asielzoeker. Maar misschien. Je echt denkt, wat? Ze zijn ziek, weet je wel. Maar serieus, dus dat soort bewust. Dingen. En daar hebben we het over binnen de organisatie. Maar hoe kan het dan dat mensen zich niet... Onder welke steen zit je dan? Als je daar niet van bewust... Is het echt zoals... Ik werk natuurlijk ook regelmatig in heel veel zoek. Zijn er ook vaak mensen die inderdaad
in de provincie hebben gestudeerd. Nou ja, soms schooljuristen die in de provincie ook nog steeds wonen. Speelt dat ook een rol? Nou, waar ik nu werk is natuurlijk helemaal homogeen. In die zin dat volgens mij de meeste collega's van mij gestudeerd hebben aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dat is dus in de, in de Bible Belt. Dus bij hun is het zeker geen onwil, dat is echt niet zo. Dus wat ik dan echt probeer is om het er wel in te krijgen. Hè? En om dus zeg maar andere verhalen in het programma te krijgen dan de verhalen van de mensen die op hen lijken. En ja, dat is wat ik dus wel probeer. En hoe gaat dat? Waar loop je? Waar Nicole en Simone het over hebben, herken je dat? Die flexen? Ja, maar ze zijn gewoon echt verbaasd. Ik op een gegeven moment... Ons programma is zo van opzet dat wij elke week in een andere plaats zitten. Dus op een gegeven moment werd ik gebeld door de eindredacteur en die zei van goh, je mag kiezen Eindhoven, Amsterdam, Zuidoost of Rotterdam Zuid. Waar zou je aflevering willen maken? Ik zeg nou doe maar Rotterdam Zuid. Toen werd ik even later teruggebeld met de opmerking 85% is allochtoon. Ik zo, maar wat is nou van je vraag dan precies? En toen zeiden ze ja, wij moeten natuurlijk ook op zoek gaan in het programma naar verhalen. Zeg maar, denk je dan dat mensen van allochtone afkomst niet gelovig zijn? Ja, dat bleek dus zo te zijn, dat dus de aanname was. Zeg maar, toen dachten ze dat allochtoon volgens mij het synoniem was aan moslim. Wat dus natuurlijk gaan we Zuidoost? Ook... Ja, dus ik zei ook, inderdaad, volgens mij heb je in... Ik zei de exacte Zuidoost Rotterdam, weet ik niet, maar volgens mij Amsterdam Zuidoost zijn 110 verschillende kerken en weet ik het al niet. Maar goed, in Rotterdam hebben we uiteindelijk hele mooie geloofsverhalen gemaakt met, en nog steeds... gekleurde mensen komen erin aan bod en dat vinden zij, dat wisten zij van tevoren niet en daar verbazen ze zich over. Maar er is in die zin niet per se een bewuste weerstand of zo van. Nee, maar we hadden het net over een bubbel. Simone heeft een microfoon. Ja. Nee, een bubbel waar je soms in kan zitten als zwarte vrouw dat je in een witte gemeenschap je begeeft. En die bubbel, daar zitten zij natuurlijk ook in. Ja, de bubbel van, en wat daar buiten zit, dat is een soort wereld die ze helemaal niet kennen. Ja, maar de journalistengroep is sowieso een zichzelf gekeerde groep. Er is weinig reflectie, dat sowieso al. En dan helemaal over dit. Het is gewoon... Maar wat je zou denken, je bent nieuwsgierig, je doet dit vak omdat je nieuwsgierig een bepaalde interesse hebt. Ja, binnen die bubbel. Nee, ik heb meer het gevoel dat sommige mensen gewoon een soort... hun eigen verhalen willen vertellen. En dat is waar. Dat wil jij natuurlijk ook. Ja. Dat willen wij ook. Ik vind het ook belangrijk om... Zwarte verhalen te vertellen, zijn dat dan mijn eigen verhalen? Nee, dat zijn de verhalen die ik om me heen zie. Ja. Dus dat is op zich niet erg. Maar ik denk dat het belangrijk is wanneer je in een samenleving woont, leeft, met meerdere culturen, dat je ook die andere bubbels een keer bezoekt. Dat je daar ook je in begeeft. Ik belde met iemand van de NPO, want ik had voorstel voor 3 radiodocumentaires. Ik doe een pitch aan de telefoon. En ze zegt tegen mij, maar het valt me wel op dat het allemaal geboorte wegen en zo. Allochtonen zijn. Ik zeg, oh, dat was me helemaal niet opgevallen, dat is gewoon mijn wereld. En dan bam, ben je gewoon stil, weet je? Want ze zijn zich er niet eens bewust van. Maar wat valt dan het kwart? Maar ik heb dus een adjunct eindredacteur gehad, ik had een programma voorstel gedaan, toen zei hij tegen me van, ja, Nicole, het valt me op dat je allemaal multiculturele onderwerpen pitcht. Dus ik was even, dat was allemaal via de mail, toen heb ik geturfd, weet je wel, van wat... Nou, multicultureel was. Maar dat was helemaal niet multicultureel. Dat waren wel biculturele mensen, maar het waren allerlei soorten onderwerpen. En toen, toen heb ik gemaild, weet je, heel heftig weerwoord. En toen zijn het gesprek aangegaan. En tijdens dat gesprek zijn ogen pas open gegaan. Wat hij aan het doen is. En wat is hij aan het doen? Wat is hij nou aan het doen? Hij kan helpen voor andere mensen, ook in andere vakgebieden. Ja, macht. Macht, witte privilege uitoefenen vanuit zijn manier, zijn denkwijze, het programma invullen en niet inzien dat dat eenzijdig is, dat het niet het Nederland van dus nu is. Dus toch denken dat dat oké is, en pas daarna zijn, daarom is het heel belangrijk om te blijven praten en, want ik kon ook denken, fuck you, weet je. Maar ik dacht, oké, ik moet met deze man blijven werken, so let's talk, laat me... En bewust maken van de brillen die hij op heeft. Ja, ja. En nu zijn we oké met elkaar. En is ook heel bang af en toe, weet je. Anita, ik zie jou denken. Jij wil volgens mij ook iets zeggen. Ik wilde eigenlijk een vraag aan jullie stellen. Ja. Want in welke... Ik zit hier met 3 journalisten, hè? Op wat voor momenten gebruik je... Ik hou me in, hè? Want jij zei, jij hebt een periode, Simone, een periode gehad dat je dus bewust geen zwarte onderwerpen... koos.
En wanneer sloeg dat bij jou dan om? Ja, het is heel moeilijk om te zeggen die en die datum en toen en toen. Maar het is meer, sinds ik bij de televisie werk, heb ik het gevoel dat ik een belangrijker rol of een belangrijker stem daarin heb. Om ook met mijn collega's daarover te spreken. En ook wat ik net vertelde. De groep die we nu hebben, één keer in de zoveel tijd spreken we daarover. Overmorgen hebben we een hele uitgebreide discussie met chefs en ook met andere mensen over hoe praten wij over de multiculturele samenleving en welke rol hebben wij als NOS daarin om mensen niet te verliezen. Want je ziet dat heel veel mensen denken, ja, de NOS is niet voor mij, ze hebben het niet tegen mij. Mag je wat vragen? Ja, nou, we gaan even, ik wil inderdaad fantastisch, want ik wil ook nu naar zaal. Sorry. Wie zit er dan bij dat gesprek? Want het lijkt mij vrij lastig als jij de enige bent in dat gesprek. Nee, dat is niet zo. Maar als we even gewoon even cijfers, hoeveel zijn er 20 mensen bij je mee, dat groep, die groep bij elkaar? 30? Ik denk misschien alles bij elkaar 10 of zo? Oké, maar die zitten niet allemaal in die bijeenkomst. Nee, maar Patricia Brody zit er bijvoorbeeld bij. Gulshar Erstedt, zijn Sturkse, zit een relatief nieuw meisje, ook een Turks meisje zit erbij. Nou, er zitten gewoon witte collega's. Ja, want het lijkt vrij vermoeiend als je daar zit. Want het lijkt mij dus vrij vermoeiend als je daar in je eentje zo zit. Nee, maar dat is niet zo. Ja. En ik weiger ook om zeg maar de probleemeigenaar te worden van dit dossier. Ja. Dat zeg ik ook heel erg tegen mijn collega's. Dit is niet mijn ding. Jullie zitten hier niet voor mij, maar jullie zitten hier ook voor jezelf en voor. Voor het programma. Ja, precies. Ja. Christelle. Hoe gaan jullie om met zeg maar, collega's die een beetje een soort van Uncle Tom-achtige houding hebben van ja, wij willen gewoon mee met de flow die andere witte mensen kunnen gebruiken als een soort van persoon van oh ja, maar die vindt het niet erg, ja, maar die vindt dat onderwerp helemaal niet belangrijk, oh, maar die heeft geen probleem met Zwarte Piet. Komen jullie dat wel eens tegen in je werk? En bij de Zwarte Piet? Je bedoelt in een reportage dat iemand een spreker aan het woord laat die bijvoorbeeld zwarte leed oké vindt? Maar misschien in de redactie, collega's die misschien iets hebben van Simone, zo, die dan het beetje mag. Ja, daar ga je een discussie mee aan. Een tijd geleden was een collega verslaggever, dat ging ook over Zwarte Piet. En de toon in die reportage voelde ik heel sterk. Nou, daar gaan we weer. Hey, het is weer november en dan gaan we weer over Zwarte Piet. Heel een beetje zo van, dan heb je die zeikers weer. Dus ik heb er wel aangesproken van, ja, ik vond de toon in die reportage. Die sprak mij totaal niet aan, daar schrok ze heel erg van, maar daar hebben we het wel over gehad. Dus ik probeer wel die discussie aan te gaan met collega's. Maar ook met collega's van kleur die misschien... Hè, ja, collega's van ja, kleur. Collega's van kleur die dit... Die ja, dat heb ik nog niet. Wat jullie zouden zijn. Albita ook niet, je hebt dat wel eens meegemaakt. Nee, wie heeft ook wel eens meegemaakt bij een andere redactie of iets dat je dan hoopt van nou, we gaan het even samen oplossen. Ik vraag altijd zwarte mensen die ik uit moet leggen dat Zwarte Piet niet kan, dan ga ik mijn tijd niet aan verspillen. Sorry, weet je. Nee, maar die kunnen misschien wel net bij jou werken. Ja, nee, maar die zijn er niet. Ik ben altijd de enige. Albita, ken jij dit? Maar misschien komt het ook door het gebrek aan zwarte collega's. Dat je dat gewoon niet aan de hand hebt, omdat ze er niet bij zijn. Wat is het? Ik hou me even vast. Ja, sorry. Ik heb een vraag, want er is nu... diversiteit is een hot topic, ook in de media. Ik heb daar, zeg maar, wel kritische gedachten over. Maar ik ben heel benieuwd, hoe wordt er bij jullie op de redactie gepraat over diversiteit en hoe wordt dat dan gedefinieerd? Ja, weet je, dit toch niet. Dit is een hot topic. Qua onderwerpen of... Nou ja, kijk. Ik zal je even een case study geven. Ik werd gevraagd om in het geheim van de meester samen met Jasse Krabbe een programma te presenteren als zijnde expert over Karel Appel. Nou, het draait mijn hand niet om. En zij bellen mij dus op met de vraag van, ja, we willen het programma wat diverser maken. Dus ik vraag, wat bedoel je met diverser? Ja, toen werd het ongemakkelijk. En ik snapte precies wat de ongemakkelijkheid was, maar ik dacht, ik ga het niet invullen, ik hield mijn mond dicht. En toen was het zo van, ja, nou, diverser. Ik zeg, oh, je wil een cosmetische oplossing. Ik zeg, nou, is goed, ik doe het wel, maar het kost je wel zoveel geld. Weet je, ik ga het niet voor niks doen. Dat werd natuurlijk problematisch, maar goed. Maar dat is dus wat ik bedoel. Hè. Dus ik zei ook tegen haar van, diversiteit en cosmetisch oplossen maakt een ding nog niet diversiteit. Want jij, wit zijn is etniciteit. En het wordt niet diverser
door als jij niet bewust bent van je eigen diversiteit als witte vrouw. En ik mis vaak dit soort inhoudelijke problematisering van de term diversiteit. Zoals Ava DuVernay, dus inderdaad de regisseur zegt, het gaat niet alleen om diversiteit, inclusiviteit. 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 Ja, dat is het. Inclusiviteit. Dames, ja, antwoord daarop. Ja, hoe praten wij over diversiteit? Het verschilt echt per redactie hoe er over gesproken wordt. Ik vind waar ik nooit beslapen, waar ik zit. Ja, gebeurt het toch ook qua makers? Zijn ze het bewust van dat het gewoon echt best wel zielig is? Eén zwarte vrouw. Daar zijn ze zich bewust van de hele redactie? Ja, zeker. Maar ik vind dat nooit meer slapen doet het wel beter dan de meeste programma's. Dus, dat komt ook door jou. Dat is haar moeder. Oh jee, nu ben ik bang. Nee, maar jij belicht diversiteit nu vanuit je kleur. Maar wat ik merk aan jouw werk en wat je redactie ook opmerkt, is de diversiteit die je aandraagt aan onderwerpen. Jij hebt in een wit bolwerk opera gebracht. En dan ga je praten met, hoe heet die man? Die in Rusland ook opera's heeft gedaan. Dat breng jij in het programma. Misschien verwachten ze dat je hip-hop brengt alleen. Maar jij bent ook hip-hop-deskundige geworden. Dat soort dingen. Ja. Dat is diversiteit ook. Ja, voor mij is diversiteit ook. Kijk, ik kan je net zo, een witte maker heeft soms een diversere, een beetje openere blik dan iemand die misschien zwart is. Dus het heeft niet altijd te maken met de kleur die iemand heeft. Niet iedereen is wakker, weet je? Dus. In het journaal, bij jouw redactie, wordt er gesproken over diversiteit, inclusiviteit? Nou ja, diversiteit is op dit moment heel erg geproblematiseerd. Het gaat altijd over problemen. Of het nou etnisch profileren is, of het nou Black Lives Matter is, of het nou discriminatie op de arbeidsmarkt is. Het zijn altijd problematische onderwerpen voor mijn gevoel. En het is bijna nooit dat diversiteit wordt ingevuld op een positieve manier, dat vind ik op dit moment wel. De vraag, how to survive in Hilversum, dat is voor mij ook echt dat je laat zien aan de eindredacteuren dat jij van meerwaarde bent. Jij, wat jij net zei, dat je een andere blik hebt, met andere onderwerpen komt, met andere gasten. En dat is de kracht. En dat moet je laten zien. Als je wil weten hoe overleef ik in Hilversum, is omdat ze weten van als ze die hebben, als ik een call neem, komen ze met andere dingen. Dat vind ik ook wel, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind ook dat je gewoon soms dezelfde onderwerpen maakt. Of soms. Ja. Tuurlijk. Weet je, snap je? Dus dit is maar je moet altijd. Je moet wel weten wat je unique selling points zijn. Ja. Sowieso in het leven. Ja. Dat is wat ik meen. Ja. Ik heb hier een vraag van Scotty. Ik had een vraag voor mevrouw die bij de EO werkt. Ja. Ik vroeg me af, omdat volgens mij als je bij de EO werkt, moet je ook van een christelijke achtergrond hebben. Ja, dat doe ik ook. Dat was de voorvraag. Ja. En ik vraag me dus af of het zeg maar makkelijker is, omdat je ervaring hebt op verschillende redacties, dat christelijke gedachtegoed een goed uitgangspunt is om over diversiteit en etniciteit en racisme te beginnen, of dat het juist meer een belemmering is, of dat het niet uitmaakt. Jeetje, lastige vraag. Vanuit de gedachte, hè? Vanuit, we zijn alle kinderen van God, om maar even zo te zeggen. Ja. Zou mijn oma zijn. Ja, dat is help de kot. Helpt de kot. Dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk zou ik eigenlijk wel willen dat dat zo was, maar dat is denk ik toch niet zo. Maar dat maakt dus niet uit. Het is niet van, we zijn allemaal kinderen van God, dus we zijn allemaal... Nee, ik heb wel uit moeten leggen dat er gewoon veel migrantenkerken zijn. Mijn vader was betrokken bij de eerste organisatie, overkoepelende organisatie van migrantenkerken. Dat heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd. Ik zei, het groeiende aantal kerken in Nederland, dat zijn veelal de migrantenkerken. En dat is ook jullie doelgroep. Daar maken wij, of jullie toen nog EO, maken daar ook programma's voor. Want wij, hè, dat is ook het geloofsleven in Nederland. Die is wel degelijk gekleurd. Misschien niet in de provincie en misschien niet per se in Ede, maar wel in de grote steden. Dat heb ik wel gezegd. En dat was nieuw? Was die kennis voor dat bekend? Voor sommige collega's, als ik dat zeg, is dat nieuw. Want volgens mij veel niet-westerse culturen is het bijna onmogelijk dat je niet gelovig bent. Als je in Nederland zegt, als je aan iemand vraagt, ben je gelovig, is het bijna een impertinente vraag. Terwijl bij veel andere niet-westerse culturen is het gewoon heel normaal. Kan je bijna niet eens niet gelovig zijn. Ja, dus in die zin, mede gekregen. Precies. Amanda.
ter sprake tijdens de discussie van het gebruik van media, van juist mensen van kleur tegenover andere mensen van kleur te zetten. Met name als het gaat over Zwarte Piet, et cetera. En dat we het over de Black Achievement Month hebben. Ik ben van de University of Color. En we zijn in de aanloop naar de Black Achievement Month benaderd door een krant. Die op zoek was naar mensen die tegen de Black Achievement, People of Color. Zo werd gezegd in de e-mail. Die tegen de Black Achievement Month waren. En daar was die journalist actief naar op zoek. Ik begrijp dat niet, want nieuws is er en dan ga je het weer slaan. Maar hoe gaan jullie om met collega's die zo denken van we gaan het nieuws even creëren? Heleboel denken zo. Ja. Waar komt dat vandaan? Maar waarom is dat? Is dat, is dat bewust? Haha, we gaan daar even rennen? Ja. Ja? Ja. En ze willen contrast. Ze willen dat doen ze bij elk verhaal toch een pro en een contra, dus in dit geval ook. Dus ik weet niet of het per se specifiek is voor dit onderwerp, voor jullie voor deze maand. Nee, zou dat erg zijn? Ja. Ik vind het heel goed om de discussie aan te gaan. Waarom doen we dit? Wat vind je er wel goed aan, wat vind je er niet goed aan? Ik vind het heel goed om daar een discussie over te voeren. En ook dat je niet iemand is, mag ik even uitpraten? Ja. Dat je niet altijd, ik loop alleen maar vast die kant op. Okay. Dat je niet altijd met één stem hoeft te spreken binnen de zwarte gemeenschap. Nee, want dat is dat denk zo. Ik. Dat is goed. Ja, maar het is wel heel eng als mensen gewoon heel erg geforceerd op zoek gaan. Ja. Dat is wel, en het is jammer omdat die andere verhalen zijn er ook niet. Dus, want het kan soms ook, want zeker als het gaat over bijvoorbeeld iemand als Wilders, vraag ik me de hele tijd af wanneer komt er nou zo'n te en contra. Ja. Dat gebeurt nou, weinig. Is, ook nou, in heel veel talk, als je met interviews en alles en quotes, dan mis ik meer contra. Vanuit wit ook, hè. Dus dan wordt heel vaak inderdaad iemand van kleur die contra is, of moslims, maar niet denk ik, nou laat dan wit op wit met elkaar daar nog meer over discussie gaan. Dat vind ik terecht. Ja. Ik ben het niet helemaal eens met wat je net zei, want je gaat vanuit van een level playing field. Er is no level playing field. Dus als je twee mensen van kleur tegenover elkaar zet en zegt van de ene zegt A, de andere zegt B, je gaat er vanuit dat de reactie is sowieso wit, dus zij zijn neutraal. En people of color, dan doe ik het daar op een wit podium. Ik vind dat problematisch. Het is ook wat Frisia zei, van wees bewust van in welke... Maar jij vindt dus dat in witte media twee zwarte mensen geen discussie met elkaar aan kunnen gaan. Ik wil niet voor jou praten, maar volgens mij is er is natuurlijk, inderdaad, er is... Als je de mainstream is natuurlijk niet gemêleerd en daardoor dus eigenlijk al niet neutraal. Ja. Volgens mij is dat wat ze bedoelt. Dus om dan inderdaad twee mensen van kleur daar te laten zitten. Kijk, en die bijvoorbeeld, is al voor machtsverhoudingen al problematisch. Toen Gloria Wekker bijvoorbeeld in Buitenhof was, precies. Dacht ik van hallo, laat haar zelf de woord doen. Als iemand anders gepubliceerd heeft, kan maar het ook. Maar dat kwam omdat er een zwak iemand tegenover. Ja, en nee, maar dan zat iemand gewoon niet van haar lekker. Nee, ze moest gewoon definities uit gaan leggen. Ze moest iemand uitleggen hoe je moet lezen. En daarnaast ben ik nooit bij, ik kijk regelmatig naar Buitenhof en ik hoor me heel vaak schrijvers en ik heb bijna nog nooit meegemaakt dat een schrijver van dit kaliber zichzelf moet verdedigen. Ja, precies. Snap je? We have a long way to go. Ja. Dus in die zin, dat is wat ik bedoel met zeg maar, nou laten we het ook nog met elkaar in discussie gaan. Dan wordt iemand met Ergaars geïnterviewd en mag hele verhaal doen. Ja. Ook bij Paul. En dat ik weet waarom het Clark Auer toen zijn boek uitkwam, bingo, was meteen, probleem in de zwarte gemeenschap, hup, discussie. Terwijl bij Arno Grunberg of zo, bij andere schrijvers, gebeurt dat niet. Laatst Herman Brusselmans die dan echt hele seksistische dingen zegt. Ja, is het geen discussie, mag echt een verhaal komen doen. Maar dat neemt niet weg, vind ik, dat je op elk onderwerp altijd die discussie met elkaar moet kunnen voeren. Of je nou beide zwart bent of niet, dat vind ik echt een principe. Wie wel? Ja. Oké. Okay. Ja, tuurlijk, discussie graag, op elk onderwerp. Ja, ik wil even een quote van Malcolm X aanhalen, dan zeker over, want ik heb die buiten of uitzending van de Gloria ook gezien. Ik vond echt. Die VVD-politica geloof ik tegenover, dat was gewoon de eerste willekeurige beste allochtoon die het niet eens was met Gloria. Ja, en hier zit trouwens, goed, gaat het niet over. Maar wat Malcolm X zei is van, whenever
a black person says something that the white man doesn't like, you will find another black person to offset what has been said. Ja, zeker. Dat is gewoon, dat zag ik er buiten voor. Maar ik vind het is ook gewoon een journalistiek principe, vind ik, dat je mensen tegen elkaar moet kunnen zetten. Ja, nee, absoluut. Maar het steekt gewoon omdat er al geen verhalen verteld worden over ons. En als er dan een verhaal verteld wordt, dan wordt het zo gebracht. Ja. Als er dan een zwarte piet gaat, dan gaan ze naar het poort en dan gaan ze even allemaal foxpopjes nemen. Ja. En dan vinden ze altijd wel iemand die dus voor zwarte piet is. Ja. Goed, ik vind dit een goeie om hiermee af te ronden. Het is het laatste panel. Ik wil een ontzettend groot applaus voor Abita, voor Nicole, voor Simone. Genoeg laten stoppen met elkaar voor discussie. En volgens mij, we zijn al. Maar ik wil ook nog wel één ding zeggen, want ik ben ook toen ik jong was en ik wilde. Vanaf mijn 12e wilde ik in de journalistiek. Ik heb nooit gedacht, ik als zwarte vrouw zou dat niet kunnen. Of ik als zwart meisje zou dat niet kunnen doen. Nee. Ik vond het gewoon een heel tof medium. Ja. Ik dacht, met zo'n ding in je hand kom je gewoon overal. En ik ben dat gewoon gaan doen, ongeacht hoe ik eruit zag of wat dan ook. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je daar totaal niet... Maar je moeder heeft je dat geleerd. Ja, daar zit ze. Maar het is waar zo belangrijk. Waar is je moeder? Maar het is heel belangrijk dat Simone daar zit, want ik ben ook een keer in de IMC weekendschool geweest. Daar waren zwarte meisjes die helemaal keken van, ben je journalist? Dus ik weet zeker dat er heel veel zwarte meisjes zijn die door Simone denken van, hé, ik kan het ook worden. Absoluut, kan ook. Waar je drie hoek bij hebt, dus waar we het een hele dag over hebben. Je moet het ook gewoon doen en gewoon je moet het doen. Iedereen. Ja, absoluut, fuck iedereen en je kan het. En ik ga je hierop in, fuck je dan na, als ik iets kwijt van Ismo. Maar het is wel, de realiteit is inderdaad die not level playing field. Ja, absoluut. Het is niet zo, hè, dat is wat Gloria Wekker gisteren in de keynote speech prachtig zei. Er wordt van uitgegaan, wordt voor je bepaald, wordt gezegd dat we allemaal een gelijke start hebben. Ja, dat is bullshit. En dat is dus niet zo. En die erkenning, dat is die politieke erkenning, maatschappelijk, cultureel. Dat, zonder, vergeet het, en doe, maar vergeet het ook niet. Ja. Dat, en daar, dat is die basis waar we aan, waarom we dit dus ook doen, Nancy. Zeg ik dat zo goed? Oké. Okay. Nogmaals een applaus voor ons panel. Dank jullie wel. Ja.